en welkom bij een shoplog. Ik ben net naar Sevilla geweest en daar heb ik enkele zaken gekocht. Te beginnen bij Sephora. Sephora is een super goede beauty winkel. En op het moment dat ik in Sevilla was, hadden ze daar een sale. Als eerste kocht ik het Urban Decay Viz LT Reloaded palet. Het is een super mooi palet. En in plaats van €53 heb ik hier €28 voor betaald. Zo ziet het palet eruit. Het heeft echt prachtige kleuren. Ik weet nog niet of ik het haar review, want zoals je kunt zien is het palet een heel klein beetje beschadigd. Daarom dat ik het ook goedkoper kon kopen, maar het heeft nog steeds prachtige kleuren. En als jullie hier toch een review van willen zien, laat het dan zeker hieronder weten. Dan zal ik dat heel graag doen voor jullie. Als tweede kocht ik in de sale deze Do The Hoola Bronze Kit van Benefit. Deze was 25 in plaats van €38. En zo ziet de kit eruit. Hiervan ga ik sowieso wel een review schrijven. Omdat dit echt nog mooi is. Hier heb je een boekje met tips en tricks. En hier zitten dan alle producten in. Er zit een... Wacht hoor. Er zit een lipgloss in. Een brow... Een bruin mascara noem ik dat, maar ik weet niet hoe dat echt noemt. De Hoola Powder, een Liquid Bronze en een Benefit Balm. Ik ben echt heel benieuwd om deze producten te gaan gebruiken. Het heeft trouwens echt ook een heel mooie verpakking. De mensen in de Sephora waren echt super vriendelijk, alhoewel er niet zo heel veel Engelse spraken. Tenslotte kocht ik bij... Nee, niet tenslotte, want ik heb nog iets gekocht ernaast. Ik kocht ook dit sheet mask. I am real avocado mask sheet. Deze ga ik sowieso gebruiken in een masklijn, want ik ben een enorme fan van sheet masks. En tenslotte kocht ik dit Kat Von D Super Lasting Liquid Lipstick. Everlasting Liquid Lipstick. Deze was niet in sale, jammer genoeg. Hij was €20 en het is in de kleur Sanctuary. De Kat Von D lipstick. De Kat Von D collectie hebben we niet in de Sephora in Frankrijk. Dus echt in het buitenland is het enige moment dat je er echt aan kan raken. Niet dat Frankrijk niet. Maar niet. De Kat Von D collection is iets moeilijker te verkrijgen in België. Omdat de Sephora in Frankrijk geen Kat Von D collection heeft. En in België er nog momenteel geen Sephora zit. Ten slotte was de mevrouw zo vriendelijk om enkele samples mee te geven. Zoals het Make-up Forever mascara. Excessive Lashes, Punk Your Lashes. Ook dit, de Body Fits. Geen idee wat het is. En deze Bioderma. Ook geen idee wat het is. Oogverzorgings met verkoeling effect van Bioderma. En natuurlijk heeft ze parfum in het zakje gespoten. Dus ruikt het zakje super lekker. Vervolgens kocht ik ook nog wat bij NYX. Meestal koop ik nu geen NYX meer in het buitenland. Omdat je er een winkel van hebt in België. Maar het was ook een sale in de NYX in Sevilla. Als eerste kocht ik daar de NYX Chunk Dunk
Het is een bruine kleur. Happy Buddha. Het is zo'n potlood lipstick. Ik kocht ook een palet. De NYX New Than Nude palet. Met heel wat nude oogschaduwkleurtjes. Maar ook met enkele lipglossjes. Alle prijzen link ik hier trouwens onder in de video. En ook een linkje naar de producten als ik ze vind online. Het Turned Up Lipstick setje Rouge à Lèvres. Met een prachtige paarse, oranje en roze kleur. Mijn bed ligt trouwens echt al vol ondertussen. En de NYX But Naked palet. Dit zit hier. Ook kocht ik de NYX But Naked kit. Met 15 oogschaduws, 4 blushes, 1 bronzer en 2 highlighters. Ik ben hier ook heel erg blij mee. Deze was ook in sale. Dan is het zakje bijna leeg. Ik kocht nog een chunk, denk ik. Ik heb deze blijkbaar 2 keer gekocht. Oeps. Ook een blush lipstick. Dit is Beach. En nog een chunk lipstick. Maar dan een oranje in de kleur Orange Splash. Alle producten zul je natuurlijk nog zien verschijnen in reviews. Vervolgens ging ik naar Kiko. Sorry voor dat de zakjes een klein beetje beschadigd zijn. Maar ze hebben een reis van 2,5 uur overleefd in een koffer. Bij Kiko, oh dat is wel jammer, kocht ik een bronze powder. Dus echt een hele mooie bronzer. Deze zag ik liggen in de winkel. Ga ik hem openen? Ja. Kijk, dat zijn toch echt wel bronze goals. En hij ruikt een beetje naar cacao poeder. Die is echt zo mooi. Hiervan kan ik echt gelukkig worden. In België heb je wel ondertussen een Kiko, maar niet in mijn buurt. Jammer genoeg. En ik kocht ook de Double Color Baked Blush. Ook deze heeft echt een prachtige verpakking. En ook deze is echt zo mooi. Ik hoop dat je het kan zien. Ook deze krijgen allebei een review. Prijsjes zal ik hieronder proberen te linken. En het enige die ik een civiel heeft gekocht die niets met make-up te maken heeft, is dit prachtige flamingo tasje. Ik was zo bang dat hij kapot ging gaan in mijn valies. Maar dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Hier zie je ook de veren in geschreven. En hier zie je dan het flamingo hoofdje. En het is een kommetje voor soep of voor cornflakes. Deze heb ik gekocht bij Mucho. Zo ziet het logo eruit. Ik ga deze ook proberen te linken hieronder. En deze was €4,99 en die heeft gelukkig een vliegtuigreis overleefd. De dame in de winkel was namelijk zo vriendelijk om het in te pakken met allemaal van deze bubble wrap. Daardoor is hij veilig aangekomen in België. Als volgende kocht ik iets bij een winkel genaamd Flormar. Ik wist niet dat ze dit in België hadden, totdat ik Brussels op het zakje zag staan. Daar heb ik in Flormar 1 iets gekocht. Deze Splash Powder Illuminator. En die ziet er ook echt
super mooi uit. Dus hij heeft een blauwe verpakking. Kijk. Kijk, dat is mooi. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit roze in, wit, blauw en bruin. En ik vind hem echt zo mooi. Ook hiervan komt er natuurlijk een review online. Misschien zie je hem ook wel nog in make-up tutorials verschijnen. Sowieso. En als laatste make-up product kocht ik dit in de Body Shop. Dit heb ik ook echt enkele uren voor het vertrek naar België gekocht in de Body Shop. Ze hadden een sale in de Body Shop dat je 2 producten voor 1 kon kopen. Dus dat je vanaf 2 producten 20% korting kreeg, denk ik. En daar maakte ik graag gebruik van. Ik kocht de Matte Liquid Lip. Lip Liquid. Oh. Dit gaat niet meer. Ik kocht de Matte Lip Liquid Lipstick. En de tint Iris 019. Heel mooie paarse kleur. En ik kocht ook een Body Shop lipstick in de kleur Coral Cutie. En die is ook redelijk oranje. Sinds een paar dagen heb ik namelijk ontdekt dat oranje lipstick mij wel staat. Ook hiervan mag je een review verwachten. En nu alle make-up producten uit mijn koffer verdwenen zijn, kan ik deze video met een gerust hart afsluiten. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!